إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي أولا المعاصي والمخطئ بتقوى الله عز وجل جبريل the archangel came in naar Rasulullah صلى الله عليه وسلم in de gedaante van een mens en hij stelde de profeet enkele belangrijke vraag, of misschien wel de belangrijkste vragen die een moslim dient te weten. Een simpele vraag, waarvan het antwoord ook een simpele antwoord is van de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jibril die vroeg, wat is islam? En Rasulullah zei toen, islam zijn de vijf zuilen, de getuigenis dat er geen God is behalve Allah, en dat Mohammed de boodschapper is van Allah, de gebeden, vasten, de armenbelasting of de zakat en natuurlijk de pelgrimage naar het huis van Allah tabarakahu wa ta'ala. Jibril bevestigde toen het antwoord van Rasulullah dat dat het goede antwoord was. Vervolgens vroeg Jibril alayhi salam, akhbirni anil iman, wat is geloof? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, iman is dat je gelooft in Allah, dat je gelooft in de engelen, de boodschappers, de boeken. En dat je gelooft in de dag der opstanding. En dat je gelooft in het lot. Het goede of het slechte ervan. Broers en zusters. Van deze hadith wil ik het vandaag hebben over één punt. En dat is het geloof in het hiernamaals. Het geloof in de dag der opstanding. Het behoort tot onze imaniyat. Als we kijken. Het is dus een roeken min arkan il iman. Het behoort tot een fundament van de fundamenten van ons geloof. Om te geloven in een leven na de dood. Om te geloven in de dag des opstanding of de dag des oordeels. Kijken wij naar de Koran, subhanallah. Meer dan de helft van de Koran gaat over akhirah. Over de hel, over het paradijs, over beloning, over bestraffing. Over de bestemming van degenen die daar zullen terechtkomen. Over de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Er is bijna geen enkele pagina die je openslaat in de Koran. Behalve dat Allah tabarakahu wa ta'ala telkens altijd weer verwijst naar de akhirah. En we zien bijvoorbeeld in het beginstuk van Surat al-Baqarah. Allah tabarakahu wa ta'ala beschrijft een van de kenmerken van een gelovige. Wa bil akhirati hum Yukinu. Nadat Allah de Waarheid vertelt natuurlijk dat de gelovigen zijn degenen die Allah vrezen, die bidden, die geloven in de ghaib. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala iets bijzonders hier, maar een van de kenmerken, of de kenmerk, de belangrijkste kenmerk van de gelovigen is, wa bil akhirati hum
yuqinun. Allah zegt niet yuqminun. Allah zegt hier yuqinun. En in de Akhira zijn zij ervan overtuigd. 1000% de Akhira bestaat. Er is een dag daarop staan. Nou, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn beginjaren in Mekka was, was een van de eerste dingen waar hij ook natuurlijk aan opriep is, dat er een Akhira is. We kunnen ons herinneren toen de profeet voor het eerst in het openbaar ging. En hij zei, hij kwam toen, hij beklom toen de berg Safa. Wa sabaha, yani een soort alarm. Kom, jullie moeten naar het nieuws luisteren. En een van de eerste dingen is dat de profeet heeft gezegd, ik ben Rasulullah. En hij zei, hij herinnerde toen de mensen dat er een Akhira is. Voorwaar, er komt een dag waar jullie verantwoording aan Allah tabaraka wa ta'ala moeten afleggen. Dat was toch al een vreemd nieuws voor de Mekkanen. De Arabieren in die tijd waren van mening dat het leven in, dit wereld, in deze wereld alleen maar het leven was. Je werd geboren, je at, je dronk, je leefde je leven, je gaat dood, je wordt begraven en je vergaat en klaar is het. En dus met deze nieuwe geloofspunt waar Mohammed sallallahu alaihi wasallam mee kwam, voor hen was het iets vreemds. Iets eigenlijk fantastisch. Want zij dachten dat het leven alleen maar dit leven was. Natuurlijk, het geloven in een Akhira brengt met zich mee. Ja, dat een gevolg heeft. En dat je natuurlijk een verantwoording moet afleggen bij Allah. En er dus in Mekka ontstond er toen twee kampen. Nadat er bekend was dat er een Akhira was, ontstond er twee kampen. De ene kamp zegt ja, het kan, ja maar. De andere kant die was heel erg sterk in nee, Akhira bestaat niet. En een van hen was zelfs ook zo brutaal dat hij een oude graf ging opgraven. Hij ging de botten ervan pakken en de botten verschruimelen. Ging toen naar Mohammed en het deed, yani verschruimelde het voor de ogen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij zegt, wil je maar komen zeggen dat Allah dit allemaal weer tot leven zal brengen? De profeet sallallahu alaihi wasallam was heel resoluut. Ja, Allah zal het tot leven brengen. Allah zal het daarna veroordelen en beoordelen. En Allah zal jou naar de hel brengen. Dus het antwoord van de profeet sallallahu alaihi wasallam was, met betrekking tot de Akhira, er is met betrekking tot dit geloofspunt in onze aqida geen enkele plek voor enige vorm van twijfel. En daar is er een verwijzing over in de Koran, waarin Allah tabaraka wa ta'ala deze twee kampen, ja, als het ware toeziet hoe deze twee kampen gingen discussiëren over het wel of niet bestaan van de Akhira. En Allah subhanahu wa ta'ala vertelt daarover in Surah An-Naba. Een hele mooie surah, een Mekkaanse surah. En Allah zegt, amma yatasa'alun. Waarover vragen zij elkaar? Tasa'ala betekent, er zijn minimaal twee kampen, er is een discussie. Waarover stellen zij vragen? Ja'ani de Quraysh. Ja? Nou, ja'ani yatasa'alun aan. Er is een discussie waarover zij aan het discussiëren was. Anin naba'il azim. Zij stellen vragen over het geweldige nieuws. Nou, en naba'il azim, de tafsir daarvan is natuurlijk, ja, de naba'il azim zegt, een van de namen van de Akhira is het grote bericht. Het is echt een grote bericht. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Yani over dit bericht gingen zij ikhtilaaf. Reden twisten. Ja, en reden twisten met andere woorden, de gelovigen, de ongelovigen, degene die sceptisch waren, degene die het gingen verwerpen. Ja, en er is hier dus, er zijn minimaal twee kampen. En je weet waarin twee mensen zijn die over geen enkel onderwerp weten en ze gaan gewoon discussiëren, gewoon zonder bewijs, zonder de enige vorm van kennis. Ja? En dan komt er nu een derde persoon als het ware om te vertellen, ja, wat het werkelijke antwoord is waarover zij aan het verschil waren, waarover zij het meningsverschil waren. En dan zegt Allah, alladhi hum fihi mukhtalifun, yani ikhtilaf. Er was meningsverschil over wel of geen dag der opstanding. En dan zegt Allah resoluut, kalla sayalamun. Yani nee, amma never nooit, zij zullen het zeker weten. En nu komt er een autoriteit die nu het goede antwoord zal geven. Ken je dat? Moment twee mensen die geen kennis hebben met elkaar discussiëren, wel of niet, dan komt er nu iemand anders die daar veel meer over weet en die geeft nu het werkelijke, het juiste antwoord. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Nee, zij zullen het weten. Nogmaals, nee, zij zullen het weten, zegt Allah tabarak wa ta'ala.
En de ayat die daarna volgt, vertelt Allah niet of de aakhira wel of niet bestaat. Allah vertelt eerst waartoe hij in staat is. Subhanallah. Allah vertelt over zijn macht, over wat hij kan, over de schepping. Over dat de schepping, ja, als we weten, de schepping is uit het niks geschapen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier, Alam naja'alil arda mihada. Hebben wij de aarde niet gemaakt tot een uitgespreide plaats? Ja, niet de aarde. Wal jibala autada. Hebben wij de bergen niet gemaakt als pinnen op aarde? Ja, pinnen, dat zijn natuurlijk een pin, dat is iets om iets stevig te maken. En de mufassirun zeggen daarover, de bergen hebben een van de functies van de berg is dat het de aarde stevig houdt. Ja, dat het de aarde stevig houdt. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalaqnakum azwaja. Hebben wij jullie niet in paren geschapen? Ja, en Allah wijst hier waar hij toe in staat is. Hij is de schepper van de aarde. Hij heeft de bergen gemaakt als pinnen, zodat de aarde stabiel wordt. Hij heeft jullie in paren geschapen. Wa ja'alna nawmakum subata. En heeft jullie slaap. Jullie slaap als een soort rust gemaakt. Wa ja'alna layla libasa. En Allah heeft de nacht als een soort bedekking gemaakt. Ja'ani dat we in de nacht rusten. Een bedekking, een deken. Wa ja'alna nahara ma'asha. En dat wij de dag als een ma'asha hebben gemaakt. Een levensonderhoud, om ons levensonderhoud daarin te zoeken. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. En hebben wij boven jullie zeven stevige hemelen gemaakt. En dus hier zien wij. Voordat Allah zegt of de dag der opstanding wil of niet bestaat, of Allah wil niet in staat is om weer dingen te doen, herreizen, doen, herleven, vertel Allah eerst waar hij toe in staat is. Is er dan nog twijfel? Dat jullie dan nog twijfelen over, hè, dat jullie nog vragen stellen over de dag der opstanding? Kijk naar de hemelen. وَبَنَيْنَ فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Zeven stevige hemelen. En wanneer Allah iets schept, Allah zegt bijvoorbeeld, ja, hij heeft de hemel geschapen, bi ghayri amadin, subhanallah, zonder enige pilaar om het in stand te houden. Wanneer wij mensen iets willen bouwen en willen een dak bouwen, hebben we minimaal pilaren nodig om het dak in stand te houden. Maar kijk naar de schepping van Allah, tabaraka wa ta'ala, hij houdt de hemelen in stand met kun fayakun. Hij houdt de hemelen in stand met wees en het wordt. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. En hij heeft de zon gemaakt die boven de hemelen hangt, mashallah, als een lamp. Ja, als een lamp. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْزَلْنَا مِنَا مُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. En we hebben uit de hemelen, yani, mu'sirat, ja, wolken, die stromend water dat neerzenden. En ze kijken van hoe Allah ook praat hier. Het woordje mu'sirat, ja, komt van het woordje woord asir. En een asir, weet je wat een asir is? Weet je wat een asir is? Asir de limoen of asir de portokaal. Een asir is een, wanneer je een vrucht neemt bijvoorbeeld en je gaat het persen, ja, dan komt er sap uit. Het is alsof Allah wil zeggen dat de wolken een soort asir zijn. Het wordt uitgeperst en er komt sap uit de wolken, mashallah. Ja, dat is de macht van Allah subhanahu wa ta'ala. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Zodat daarmee graan en planten worden voortgebracht. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. En dichtbegroeide tuinen. En zo gaat Allah subhanahu wa ta'ala door met het vertellen van waartoe Allah tabaraka wa ta'ala in staat is. Vervolgens geeft Allah nu het antwoord. Ga terug naar ayat nummer 3. Weet je nog waar jullie over in ikhtilaaf waren? Weet u waarover nog een meningsverschil waren? En dan vertelt Allah subhanahu wa ta'ala over dat de dag der opstanding werkelijk bestaat. Maar Allah zegt niet alleen dat de dag der opstanding bestaat. Allah gaat daar in details in, subhanallah. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Inna yawmal fasli kana miqata. De dag van fasl, yani de dag van onderscheid tussen haq en batil, kufr en iman, shirk en tawheed, halal en haram, noem maar op. Het is een dag van fasl. Ja, natuurlijk, oordeel, wanneer ergens moet over oordelen, moet je een fasl maken natuurlijk. Moet je iets onderscheiden van elkaar, zodat je een oordeel kan geven. En dan zegt Allah, daumul fasl miqat, een waqt, yani ma'loom. Natuurlijk, de kennis daarvan is alleen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dan, dus, dat is dus het antwoord waarover jullie gingen ikhtilaaf. Inna yawman fasli kana miqata.
En dan zegt Allah, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Op de dag waarop op de bazuin zal worden geblazen. Subhanallah. En natuurlijk de engel die daarmee belast is, Israfil. De profeet die zegt, vanaf het moment dat Israfil, alayhi salam, de opdracht heeft gehad van Allah om te blazen op de bazuin, kijkt hij met zijn beide ogen richting de ars van Allah, gereed en wachtte op een signaal dat hij op de bazuin mag blazen. Subhanallah. Dus hier zien wij, met andere woorden, het kan elk moment gebeuren. Natuurlijk, wij zien het misschien als ver, maar Allah subhanahu wa ta'ala ziet het als dichtbij. En dan zegt Allah, dan gebeurt er daarna de verschrikkingen. Oké, zegt Allah eerst, de dag der opstanding, dat bestaat. Daar is geen ikhtilaaf. En weet je hoe het zal gebeuren? Met dus het blazen op de bazuin van Israfil alayhi salam. En weet je wat er daarna zal gebeuren? En zo vertelt Allah subhanahu wa ta'ala in details, ja, die alleen Allah subhanahu wa ta'ala weet. En we zien, dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. En de hemelen zullen open gaan. Subhanallah, als poorten, ja. فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Denk nou, Allah zei eerst, de sama is sab'an shidada, stevig. Maar met de wil van Allah, de sama gaat ook kapot. En dan zegt Allah, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. En de bergen die net als taak hadden om de aarde stevig te maken, diezelfde berg die zo groot en immens is, diezelfde berg wordt verpulverd door Allah subhanahu wa ta'ala. Inna jahannam kanat mirsada. En de hel, ja, de hel, ja, zegt Allah tabaraka wa ta'ala, is als een soort hinderlaag. Een hinderlaag, met andere woorden, hij staat te wachten op degene die zullen terugkomen. Littaghina ma'aba. Voor degene die deze, ja, die, voor de taghin, de overtreders, ja, degene die de grenzen overschrijden, ja, overschrijden, ja. Het is een bestemmingsoord voor de toegang. Labithina fiha ahqaba. En het gaat dan nog specifieker. Zij zullen daarin vertoeven ahqab. En ahqab, yani dat is een neerval, dat betekent vele jaren achter elkaar. Ja, sommigen zeggen een hukub, ja, is 80 jaar, sommigen zeggen 100 jaar. Ahqab, yani honderden en honderden en honderden jaren daarna, subhanallah. Ja? En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, la yadukuna fiha bardan wa la sharaba. En daarin zullen zij geen koelte en geen enkele drank proeven, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Natuurlijk, wanneer je in de hel bent terechtgekomen en het is heet, zijn er twee meest waardevolle dingen waar je altijd naar zal verlangen. Schaduw en koelte. En subhanallah, dus dat is ook hoe Allah subhanahu wa ta'ala tot in details gaat in het beschrijven van wat er na de aangifte zal gebeuren. En we weten natuurlijk, er zijn twee bestemmingen. Uiteindelijk zijn er twee bestemmingen na de aangifte. De ene bestemming is de paradijs, waar we elkaar inshallah zullen ontmoeten. En de andere bestemming is niet het paradijs, waar de verschrikkingen en de bestraffingen van Allah tabaraka wa ta'ala zullen plaatsvinden. Broers en zusters, Allah subhanahu wa ta'ala vertelt verder, ja, echt grafische details, subhanallah, over de hel. Illa hamiman wa wasaqa. Zij zullen geen koelte proeven en ze kunnen geen drank proeven, ja, behalve kokend water. Ja, wa ghassaq. Ghassaq, dat is dus, ja, wanneer je een wond hebt en je hebt het niet verzorgd, en dan, ja, niet om smakelijk te doen, ja, dan komt er etter uit, groengeelachtig. Dat is de drank van degene in de hel, zegt Allah tabaraka wa ta'ala, jaza'an wifaqa. En dat is een belangrijk punt. Als een beloning, nee, als een jaza, als een passende vergelding. Wanneer Allah iets vergeldt, is het altijd passend. Het is niet dat je dat niet verdient. Allah op de eerste plaats is rechtvaardig. Allah gaat zijn eigenschap, zijn grenzen niet voorbij. Jaza an wifaqa, als een passende vergelding die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gemaakt. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ga terug naar de eerste drie ayat. Voorwaar, zij verwachten nooit de afrekening. Weet je nog, waar ze in het begin over waren, verschil van mening waren? Ja? Wel of niet? En dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala, deze mensen hadden nooit verwacht
dat er een afrekening zou komen. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِدَّابًا En zij logenden onze versen geheel. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين Sallallahu ala nabiyyin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Even een korte samenvatting. Er was een ikhtilaaf in Mekka met betrekking tot het wel of niet bestaan van de dag der opstanding. Allah geeft daar zelf antwoord op door eerst te wijzen wat Allah toe in staat is. Zijn macht, zijn kracht, zijn schepping. Vervolgens vertelt Allah de dag der opstanding echt bestaat. En Allah vertelt niet alleen dat het bestaat. Allah gaat in details door te vertellen wat er daarna zal gebeuren. Vervolgens vertelt Allah een van de bestemmingen in de akhira is Jahannam. En dan gaat Allah nu de andere bestemming over hebben, mashallah. De bestemming over het paradijs. Ja? De profeet zegt dat Allah heeft gezegd: A'adattu li'ibadiya salihin ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ik heb voor mijn vrome dienaren, ja, voor mijn deugdelijke dienaren, voor mijn goede dienaren iets klaargemaakt wat nog nooit een oog heeft gezien, wat nog nooit een oor heeft gehoord en wat nog nooit iemand heeft zich kunnen voorstellen hoe het eruit ziet. Dat is de Jannah. Dus wat jij maar ook mag voorstellen over het paradijs, Allah heeft het nog mooier gemaakt dan wat jij je dat kan voorstellen, broers en zusters. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Inna lil muttaqina mafaza. Voorwaar de muttaqin, de Godvrezenden, de muttaqoon, degene die de halal doen en haram vermijden. De muttaqin, degene die minimaal de wajibat, de verplichte daden verricht en minimaal de fara'id. De verplichte daden verricht en minimaal de muharramat ervan afblijft. Zij zijn de muttaqoon. Voorwaar, de muttaqoon hebben een grote overwinning. Hada'iqa wa a'naba. Een andere bestemming, mashallah. Tuinen en druivenstruiken. Vergelijk met wat er in de Jahannam was, ja? Bloed en etter en pus en heet en kokend water en noem maar op. En gesmolten ijzer en noem maar op. En dan wat krijgen ze in de Jannah? Wanneer Allah iets vertelt, brengt hij het in evenwicht. Ja? Inderdaad, als we horen over Jahannam, verschrikkelijk. We willen daar niks mee te maken hebben. En wanneer Allah praat over Jannah, mashallah, dat is misschien weer een andere lezing of andere khutba op zich. Ja, meerdere khutbas misschien, als de Jannah wordt beschreven, dan ga je ernaar verlangen. De koelte, de liefde, de rust, de vrede, de sereniteit. Ja? Geen lahu, yani geen grootpraat en dergelijke. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Hada'iqa wa a'naba, tuinen en druivenstruiken, ja. Wa kawa'iba atraba, dat zijn de hurum'een, mashallah, van gelijke leeftijd, zegt Allah tabarak wa ta'ala. Wa ka'asan dihaqa, mashallah, ka'as, een gevulde beker, mashallah. Noem maar op wat je daar wil vullen, mashallah. Zelfs schammeren in de Jannah is toegestaan, mashallah. En honing en melk, mashallah. Wa ka'asan dihaqa. La yasma'una fiha lahwan wa la kidaba. Zij horen daarin geen onzin en geen leugens. Wat hoorden ze toen in Mekka? Wat hoorden ze van de Quraysh? Onzin en leugens en verzinsels, subhanallah, en vervolgingen. En in de Jannah is er niks anders dan rust, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Het is een geschenk van jullie Heer als een ata, als een soort cadeau die je eigenlijk niet verdient. Wanneer Allah praat over bestraffing, is het omdat Allah rechtvaardig is en Allah tabaraka wa ta'ala zal je niet boven jouw straf geven. Maar wanneer Allah praat over beloning, subhanallah, praat Allah in termen van a'ta. Het is een cadeau. Eigenlijk wat je hebt gehad, is niet, dat staat niet tegenover de jaren dat je hebt gebeden. Nee, broers en zusters, het is niet zeg maar één op één. Wat je krijgt van Allah in de Jannah is meer dan wat je eigenlijk zou verdienen. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Dat is, broers en zusters, met name als we het hebben over het geloof in het hiernamaals. Waarom ik deze khutbah vandaag over heb gehad, mashallah. Natuurlijk, we zijn bezig met onze dunya. We horen vaak khutbahs over sociale kwesties, over politieke kwesties. We horen vaak khutbahs over de buurt en dergelijke. Belangrijke punten ook. Maar zo nu en dan dat we ook hebben over de imaniyat. Back to the, yani dat we teruggaan naar de fundamenten, dat we teruggaan naar de basis waarop we om draait. En nogmaals,
een van de belangrijkste kenmerken van een moslim is dat hij gelooft. Nee, hij is overtuigd van het hiernamaals.